Jeff Beck. Jeff Beck Jeff natuurlijk. Beck. Dat, ja. nou, daar hoef ik eigenlijk niks meer over te zeggen. Dat is ongelooflijk. Maar ik heb nog wel een, een leuk verhaal, Joe. Ik heb uh, uh, Jeff Beck een keertje ontmoet. En nou, dat, dat, ik was samen met Han Nijenhuis. Die schreef voor de slagwerkkrant. Had hij een interview met zijn drummer. Dus wij uh, naar Tivoli. En na de show mochten we dan Jeff. Ontmoeten. gek. Dus ik was helemaal shaky en helemaal zo. Oh, oh. En ik volgens mij, uh, toen heb ik hem een hand gegeven en toen heb ik er nog iets uit weten te krijgen van thank you for the music. Ja, Enzo. ja, ja. Maar hij had dus echt hele zachte handen. Zijn handen waren een soort van kussentjes. Oh, echt? Ja, zijn handpalm. En, en dat was echt, het viel, het viel gewoon op. Ja. En toen was het voor mij zo. Poow. Dit is het. Dit is gewoon, dit is waarom hij zo klinkt. Ja. Hij is van die zachte handen. Want hij speelt altijd met zijn vinger, met zijn ja. duim veel. Sur. Super zachte handen, maar zijn toon is ook heel erg fluweel. Dus het is gewoon boventoon management boventoon management. Ja, love it. Ja, <laughs> absoluut. Dat is kikken.